Na 20 jaar zijn we dan eindelijk weer samen in Noorwegen. Om zover te komen hebben we heel veel getraind en gewandeld en gekampeerd. Onze uitrusting vernieuwd. En nu is het dan zover. We zitten hier aan het meer van Bygdin te wachten op de boot die morgenochtend vertrekt vanuit het Bygdin Fjellhotel naar de hut Torfinsby. En vanuit Torfinsby zullen we door Zwartdalen naar Jendeby wandelen. En onderweg hopen we natuurlijk heel veel mooie natuur, hoge bergtoppen, rivieren, meren en watervallen te zien. Een reis naar Noorwegen begint meestal met een forse autorit. Via Groningen en Bremen, langs wegwerkzaamheden en het eeuwigdurende verkeersinfarct bij de Elbetunnel van Hamburg rijden ze naar Kiel, waar de boot naar Oslo wacht. Nadat ze de hut gevonden hebben, is het tijd om het schip te gaan verkennen. Aan boord van de Color Fantasy is alles gedaan om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Zo is er een heuse winkelstraat waar van alles en nog wat te koop is en zijn er verschillende restaurants. Tussen alle bling bling mag een casino natuurlijk niet ontbreken en ook live entertainment ontbreekt niet, want ja, alles moet perfect zijn natuurlijk. Buiten is er genoeg te zien. De verschillende dekken verkennen en uitvinden vanaf welk dek je het mooiste uitzicht hebt. Bijvoorbeeld bij het uitvaren van Kiel en het naderen van de Sturebeltbrug die de Deense eilanden Fyn en Sjöland met elkaar verbindt. Of gewoon naar het zog van het schip en de horizon staren. Voordat je het weet is het laat en tuur je naar de zonsondergang. Tijd om naar bed te gaan. Morgenochtend wacht ze nog een lange reis. De volgende ochtend zijn ze vlot onderweg. En na ruim 200 kilometer komt de Bithorn in zicht, de 1607 meter hoge berg die ook wel de poort tot de Jotunheimen wordt genoemd. En zich iets ten zuiden van het meer van Bygdin bevindt. Even later staan ze aan het meer van Bygdin en het feest kan beginnen. Jotunheimen is een 1150 vierkante kilometer groot Noors nationaal park. Het park is genoemd naar het thuisland van de reuzen uit de Noorse mythologie, de Jotun. In het park bevinden zich de hoogste bergen van Scandinavië, 250 zijn meer dan 2000 meter hoog. Het grootste gedeelte van de Jotunheimen ligt boven de boomgrens. Het park bevindt zich zo'n 250 kilometer ten noorden van Oslo. Al vroeg de volgende ochtend staat Elwin in de verte te turen naar de komst van het bootje dat hun naar Torfinsby zal brengen. Het bootje is genoemd naar de 1607 meter hoge berg Bithorn, die hun gisteren aan de rand van de Jotunheimen verwelkomde. Het bootje begon zijn veerdienst in de zomer van 1905 en vaart nog steeds gedurende 10 weken in het zomerseizoen de vaste route van het Bygdin Berghotel aan de oostzijde van het meer
via Turfinsbu naar het Eidsbugarden Berghotel aan de westzijde van het meer. Na een uur varen komen ze aan bij Turfinsbu. Turfinsbu is een particuliere berghut aan de noordkant van het meer van Bygdin en ligt op 1060 meter hoogte. De hut werd in 1905 in gebruik genomen door de Noorse Bergwandelvereniging en heeft 36 bedden. De cabine heette in 1905 Nu Buddha, maar werd in 1909 omgedoopt in Turfinsbu. Vanaf 1913 is de hut in particuliere handen. En dan kan eindelijk de tocht beginnen. Was de boottocht naar Turfinsbu al een feest van herkenning, de klim omhoog van de hut naar Zwartdalen is dat zo mogelijk nog meer. Ranunkel is Ranunkel. Ja. Okay. In Norwegian we call it is Sulaje. En, hoe ziet het eruit? Geweldig. 20 jaar gemist. 20 jaar gemist, precies. Dat is het juiste woord. De afdaling van Zwartdalen naar Jendebu is lang en steil. Het is een ware aanslag op je knieën en in de regen is het gevaar van wegglijden niet ondenkbaar. Na uren lopen komen ze aan bij Jendebu. Jendebu is de oudste hut van de Noorse Bergwandelvereniging en werd geopend in 1871 en telt tegenwoordig 119 bedden. Niet ver van de hut is een tentenveldje waar ze de tent opzetten en bij kunnen komen van een inspannende dag. Jendine Boa is een stenen hut bij Jendebu. De hut is genoemd naar Jendine Slalien, die hier woonde tot haar dood in 1972. In 1891, Jendine was toen 20 jaar oud, ontmoetten ze de Noorse componist Edvard Grieg, die samen met de Nederlandse componist Julius Röntgen een wandeltocht door de Jotunheimen maakte. Grieg was onder de indruk van haar zangkunsten en componeerde een muziekstuk dat hij naar haar noemde. Het interieur van de hut
toont de eenvoudige en sobere levensstijl van de Noorse bergen. De volgende ochtend vertrekken ze op tijd naar Olafsbu. Het wordt een stevige tocht, de hele dag bergopwaarts tot 1440 meter hoogte. Dat betekent zo'n 500 meter stijgen van onder de boomgrens bij Jendebu tot het hoogalpine terrein in Rauwdalen. Af en toe lassen ze een pauze in en wordt er gedronken. Dat betekent dat de waterflessen regelmatig bijgevuld moeten worden. Water is er genoeg in de Jotunheimen, al moet je er soms wel wat voor doen om erbij te komen. Langzaam maar zeker wordt het terrein ruiger van karakter. Bomen worden struiken, struiken worden grassen en daarna resten alleen de rotsen en wat mossen. Hier heeft de wind vrij spel, de temperatuur daalt en het lopen op de rotsen vraagt veel van het uithoudingsvermogen. Na uren lopen komen ze aan bij de hut Olafsbu. Daar wordt eerst de tent opgezet en dan gerust en gegeten. Heerlijk na zo'n dag sjouwen door de Jotunheimen. Een kopje koffie. Jammer dat je op de film niet kunt ruiken, joh. Het ruikt zo lekker. Kun je niet voorstellen. Tortellini gorgonzola carnivora. Heerlijk. De volgende ochtend is het mistig en koud. Zo koud dat de brander moeite heeft op te starten. Na een stevig ontbijt pakken ze de tent in en vertrekken ze naar Fonsbu. Niet lang na vertrek klaart het eventjes op en kunnen ze de prachtige omgeving aanschouwen. Njokedalstind, Raudalseggi en Sneuholstind, allemaal ruime 2000'ers waaraan het Jotunheimen Nationaal Park zijn naam ontleent. Het huis van de reuzen. Dan volgen 10 loodzware kilometers langs stoere Mjokedalswatnet en door Mjokedalen naar Fonsbu. Daar zetten ze snel weer de tent op en komen bij van de inspannende wandeling van die dag.
De volgende ochtend rest de terugreis. Met de Bitihoren varen ze in een kleine 2 uur terug naar het Bigdin Fjell Hotel, waar de tocht ten einde komt. Het was een mooie wandeltocht die 20 jaar later net zoveel indrukken heeft achtergelaten als in 1992.